Hallo iedereen en opnieuw van harte welkom. Een gezonde geest in een gezond lichaam. We hebben er allemaal al van gehoord, van die uitspraak. En ik denk dat we dat toch allemaal wel willen. Nu, dat gezond lichaam, dat weten we perfect hoe dat we daar kunnen voor zorgen. En we zorgen voor voldoende rust en slaap. We zorgen voor dat we gezond eten en drinken. En we zorgen voor voldoende beweging. Nu, die geest. Daarmee bedoel ik ons bewustzijn, ons denken, onze mentale toestand. Het is die mentale toestand die ook dat lichaam controleert, die dat lichaam bestuurt als het ware. Hoe zorgen we ervoor dat we die geest gezond houden? Wel, als mens zijn we met heel veel dingen bezig, zeker wanneer we wat ouder worden en we zijn geen kind meer. Dus waar zijn we dan mee bezig? Wel vooral op relationeel vlak. Hè. Relaties zijn wel belangrijk. Familiale relaties of vriendschapsrelaties. Maar ook liefdesrelaties. Die zijn toch wel allemaal heel belangrijk. Daar is ons denken wel heel vaak mee bezig. Dan ook onze financiële onbezorgdheid. Ons werk. Ook een zaak waar we heel vaak mee bezig zijn. En ik denk, iets wat we allemaal nastreven, is gelukkig zijn. Gelukkig zijn, niet onbelangrijk. Nu, het probleem een beetje is dat we dat gelukkig zijn, dat we dat altijd zoeken in dat relationele en ook in dat financiële of dat materiële. Daar zoeken we ons geluk. En wanneer we het te vaak zoeken in die externe factoren, dan vergeten we wel eens dat ons werkelijk gelukkig zijn, of onze werkelijke balans, die vinden we hier bij onszelf. En wanneer we ons mentale toestand, wanneer we die niet trainen, wanneer we die niet gezond houden, dan wordt dat gecontroleerd door onze gewoontes. Onze gewoontes die ook beïnvloed worden door externe factoren. Ook door de maatschappij. Dus hoe zorgen we ervoor dat we minder beïnvloed worden en dat we minder ons geluk gaan zoeken in die externe factoren, zoals relaties en zoals het materiële? Of in gebeurtenissen, in op reis gaan of uitgaan. Hoe zorgen we ervoor dat we geluk vinden op lange termijn? Niet door dat ene ding die ons tijdelijk het gevoel geeft dat we gelukkig zijn. Wel, dat is door een bepaalde rust te vinden binnenin jouw bewustzijn. En dat vinden we door, je raadt het al, door te mediteren. Wanneer je mediteert, dan ga je werkelijk binnen in jezelf en ga je ook eventjes al die externe factoren afsluiten. En dat is voor sommige mensen niet zo gemakkelijk, hè, want we worden constant afgeleid door buitenaf. Wanneer we dan ons bewustzijn regelmatig verfrissen, dan gaan we ervoor zorgen dat het ook gezond wordt en blijft. En dan spreken we over een gezonde geest in een gezond lichaam. Ik hoop dat dat een klein beetje duidelijk is. We gaan daar nu eventjes niet meer aan denken en we gaan gewoon samen mediteren. Goed. Je mag je goed zetten. Rechte rug, je schouders losjes op je lichaam. En wanneer je er klaar voor bent, dan mag je je ogen sluiten. Je mag je lichaamspositie steeds aanpassen als je dat nodig vindt. Het is niet de bedoeling dat we ons laten afleiden door ons lichaam. Dus we gaan ons lichaam ook eventjes de tijd geven om zich te ontspannen.
En we gaan ons lichaam daar eventjes bij helpen. We gaan een volledige bodyscan doen, van het topje van onze hoofd tot het topje, de topjes van onze tenen. Onze ogen zijn dichtgevallen. En onze oogleden voelen heel ontspannen aan. Ook de spieren rondom je ogen en tussen je ogen. Elke vorm van spanning verdwijnt. Voel hoe ook de rest van je aangezicht heel langzaam volledig ontspant. Je voorhoofd, je kaken, rondom je mond en je kin. Heel jouw aangezicht voelt ontspannen aan. We hebben geen verwachtingen, vorige ervaringen vergeten we eventjes. We beginnen steeds weer opnieuw, zoals een klein kind. We gaan met onze aandacht naar het topje van onze hoofd. We gaan lichtjes, heel langzaam, ontspannen we ons achterhoofd, onze nekspieren die bij vele mensen vaak zeer gespannen aanvoelen. Laat die eventjes ontspannen. Ook onze schouders. Onze armen, onze ellebogen en onze polsen, onze handen, onze vingers en de topjes van onze vingers. Misschien voel je deze ook wel wat tintelen. Ontspannen onze rug van boven heel langzaam naar beneden. Onze bekken, onze heupen. Je benen, je knieën, je hielen, je voeten en je tenen. En ook de topjes van je tenen. We geven ons lichaam volledig de kans om zich te ontspannen. Alsof we een douche zouden nemen van ontspanning. Ook van binnenuit ons lichaam groeit er als het ware een ontspanning. Van binnenuit naar buiten. Dat gevoel neemt heel je lichaam over. En het is alsof er een leegte ontstaat binnen in ons lichaam. En ook deze leegte groeit. Vanuit het midden van onze buik groeit het naar buiten toe. Er ontstaat een leegte over heel je lichaam, je hoofd, je romp, je buik, je ledematen. Alles voelt leeg
en zuiver aan. Voel ook hoe de ruimte rondom jou zeer leeg aanvoelt. Alsof je in een lege ruimte zit, zonder spullen, zonder meubels. Niks dat jou afleidt. De ruimte is ook zeer groot. Geen muren, geen plafond. Een immens grote ruimte boven jou. Voor jou, achter jou en ook naast jou. Misschien zelfs onder jou. Het enige dat je nog kan zien is de horizon in de verte. Ons lichaam maakt deel uit van deze hele grote ruimte. Misschien vind je het leuk om jezelf voor te stellen in de natuur, een open veld of een strand of een topje van een berg. Een plaats waar jij je goed voelt, waar je niet afgeleid wordt, waar je kan genieten van de rust om je heen. Waar je eventueel een zonnestraal voelt of een briesje. We zijn helemaal alleen, we worden niet afgeleid door niks of niemand. Een immens grote ruimte en jij zit in het midden van deze ruimte, in het centrum. Het voelt goed aan om hier te zitten. Je zit hier op je gemak. Je geniet van deze tijd voor jezelf. We hebben ons lichaam niet nodig en het is ook niet nodig om te denken. We hoeven niks te analyseren of te overwegen. We hoeven ons geen zorgen te maken over morgen of over gisteren. We bevinden ons in het hier en het nu en dat is oké. Je moet niks op dit moment. Het enige wat je doet, is observeren. Je bent de toeschouwer van wat er nu gebeurt. Je hoeft niks te controleren of te analyseren. Gewoon te genieten. Adem eens langs je neus, heel langzaam, en heel diep en heel zacht. Adem je in. Langs je mond adem je uit.
Doe dit een aantal keer zeer bewust en voel hoe er nieuwe, verfrissende energie naar binnen komt. Voel hoe deze ademhaling heel langzaam daalt tot in het midden van je buik. Voel hoe die adem zich daar keert en hoe de oude adem langs je mond je lichaam verlaat. Je lege middenruimte vult zich op met deze nieuwe energie, met positiviteit. En oude gedachten of gevoelens of zorgen, je laat je gewoon met de adem die je uitademt, laat je je lichaam verlaten. Je kan je ademhaling volgen en je vrij bewust zijn van de weg die de ademhaling zich aflegt. Langs je neus, heel langzaam naar beneden tot in het midden van je buik. Een lege middenruimte in je lichaam vult zich op. Maar toch voel je nog steeds een soort van leegte, gemengd met positiviteit. Wanneer je een aantal keer je ademhaling hebt gevolgd tot in het midden van je lichaam, dan mag je of kan je met je ademhaling tot helemaal beneden gaan en met je aandacht blijf je in het midden van je buik. Wanneer je met je aandacht hier geraakt, dan blijf je daar met je aandacht. Het is alsof je jezelf naar daar vervoert. Alsof je een bootje neemt en heel langzaam je laat meevoeren door de stroming tot in het midden van je buik. En eens je daar bent aangekomen, dan blijf je daar. Dan stap je uit. En dan laat je je bootje en je aandacht op je ademhaling laat je los. En je blijft met je aandacht in het midden van je buik. Doe dit ongeforceerd. Het enige wat jij doet, is een aanzet geven en de rest gebeurt vanzelf. Wees niet streng voor jezelf. Probeer niks te doen. Laat het gewoon gebeuren. En wanneer je aandacht kan blijven stilstaan in het midden van je lichaam, dan kan je van dit gevoel ook even genieten.
blijft, dan zal ook jouw bewustzijn connecteren. En zal het ook zijn weg vinden naar deze veilige thuishaven. De plaats waar jouw bewustzijn, waar jouw denken, waar jouw mentale toestand zich goed voelt. Tot rust kan komen en zichzelf verfrissen. Opladen. Je hoeft dit midden van jouw lichaam niet precies te lokaliseren. We zijn hier geen wiskundige oefening aan het doen. We vertrouwen op ons gevoel. En het denken laten we los. Alsof we elke gedachte op een wolk zetten. En de wolk laten wegdrijven. We duwen ze niet weg. We zijn ook niet boos wanneer er toch een gedachte onze aandacht eventjes afleidt. Wanneer er toch een gedachte binnenkomt, dan observeer je die. Je observeert die alsof het niet jouw gedachte is, maar die van iemand anders. Je kijkt ernaar, maar je neemt niet deel aan deze gedachte. Alsof je op een trein zit en door het raam kijkt. En rustig kijkt naar wat er passeert. Wat er komt en wat er gaat. We hebben ons lichaam en ons denken niet nodig op dit moment. Je kan ten alle tijde nog eens diep in- en uitademen. Om terug te gaan met je aandacht naar het midden van je buik. En om dan met je aandacht daar ook effectief te blijven. Er zijn ook mensen die het een heel aangenaam gevoel vinden om zich een sfeer voor te stellen, een voorwerp, een sfeer, een lichte sfeer, rond en egaal. Je kan je dit voorwerp voorstellen in het midden van jouw lichaam, op dezelfde plaats waar de ademhaling zich keert. Probeer er niet fysiek naar te kijken met je ogen. Je kan dit voorwerp gewoon voelen, visualiseren. Niet fysiek, maar mentaal. Wanneer je deze sfeer, dit ronde voorwerp, zoals een maan of een zon of een zeepbel, een kristallenbol, een heldere sfeer, wanneer je dit niet voelt in het midden van je lichaam,
jezelf eens voorstellen dat je dit voor je ziet. Mentaal. Ervaar de helderheid van dit voorwerp. Het licht. En nodig dit voorwerp gerust uit. Heb er vertrouwen in. Je laat deze sfeer naar binnen komen in je hoofd. En voel de lichtheid. En dan kan je dit voorwerp heel langzaam langs je nek, je strotte hoofd, binnen in jouw lichaam laten dalen. Heel langzaam naar beneden. Langs je borststreek. Zo heel langzaam naar beneden. Tot in het midden van je lijf. En daar kan je de helderheid voelen. En kan je ook voelen hoe de helderheid of het licht zich verspreidt. Alsof het vanuit het centrum van je lichaam uitstraalt. En ook dit neemt heel je lichaam over. De helderheid. Vanuit het centrum van je lichaam straalt het naar buiten toe. Langs alle kanten. Naar boven, naar voor, naar achter, opzij. Rond jou. Het lijkt ook alsof jouw lichaam ook zeer helder wordt. Misschien zelfs transparant. De contouren van je lichaam worden zeer vaag. Geniet van dit gevoel van onbezorgdheid. Geniet van deze kostbare tijd voor jezelf. Je aandacht blijft in het midden van je lichaam, niet geforceerd. Wanneer je aandacht eventjes wordt afgeleid, is dat helemaal niet erg. Wat er ook mogelijk is om terug te keren met je aandacht naar het centrum van je lichaam, naar je middenruimte. Is de mantra eventjes reciteren.
mantra, de twee woorden uit de oude taal, het Pali, kun je ook ten alle tijde eventjes als het ware horen vanuit het midden van je lichaam. Deze twee positieve woorden, Samma Araham, kun je horen vanuit het midden van jouw lichaam. Ze betekenen de juiste manier om het bewustzijn te zuiveren. En dat is ook wat we aan het doen zijn op dit moment. Je gaat deze woorden zelf niet luidop reciteren, maar je gaat de vibraties van de tonen voelen vanuit het midden van je lichaam. En alsof je een steentje zou gooien in stilstaand water. En je de concentrische cirkels ziet groeien. Zo ook voel je de vibraties van de tonen van de mantra. Samma. Samma Araham. Samma Araham. Deze energie kunnen we nu ook gebruiken voor onszelf. Alsof je een energie voelt van liefdevolle vriendelijkheid naar jezelf toe. Een gevoel van begrip. Van aanvaarding. Een gevoel van respect. We kunnen deze energie laten uitstralen
kunnen deze liefdevolle vriendelijkheid ook delen met de mensen die ons heel nauw aan het hart liggen. Jouw gezin of je familie, of je dierbare vrienden. Deel jouw liefdevolle vriendelijkheid gerust met hen. Ook zij verdienen om gelukkig te zijn en een leven zonder zorgen, zonder pijn, zonder lijden. Liefdevolle vriendelijkheid kan je ook delen met mensen die je nauwelijks kent. Met kennissen of met mensen uit je straat of je dorp. Mogen ook zij gelukkig zijn, zonder zorgen. En zelfs met mensen die je helemaal niet kent, kan je deze positiviteit delen. Mensen vanuit je dorp of de stad waarin je woont. Mensen vanuit België of Europa. Mensen van over heel de wereld en daarbuiten. En dit omdat iedereen het verdient om gelukkig te zijn. Geen zorgen, geen lijden. Jezelf en iedereen verdient een helder bewustzijn. Ga met je aandacht nog eens naar het midden van jouw lichaam. Weet dat je steeds kan terugkeren naar deze veilige plaats binnenin jezelf. Niet enkel tijdens een meditatie met je ogen dicht, maar ook gewoon overdag. Je kan altijd eens, al is het maar een paar seconden of een minuut, tijd nemen voor jezelf. En terugkeren naar de thuishaven van je bewustzijn, van je denken. Dan komen we heel langzaam aan het einde van deze meditatie.
ons bewust van onze omgeving. Onthoud nog eventjes het gevoel van ongelimiteerde vrijheid. En zelfs met de muren en het plafond kan je dit gevoel af en toe wel eens opwekken. We worden ons bewust van de spullen rondom ons. En we horen ook opnieuw geluiden. Misschien hoor je van buitenaf iets. Misschien ook binnen. Geruis van de verlichting of van de computer. We worden ons ook weer bewust van ons lichaam. Van onze romp, onze ledematen en ons hoofd. Je kan gerust met je hoofd bewegen of met je rug eventjes strekken. En wanneer je er klaar voor bent, dan mag je je ogen opnieuw openen. Zo, dat was het voor deze week. En zoals ik daarnet gezegd heb, kan je steeds gedurende de dag eventjes terugkeren naar het midden van jouw lichaam. Je hoeft dat niet met je ogen toe te doen. Je kan ook tijdens het tandenpoetsen of terwijl je je kleren aandoet of terwijl je onder de douche staat. Wanneer je in de wagen zit, altijd kan je eventjes, hoef je daarvoor niet af te zonderen of helemaal, hoeft niet lang te duren. Gewoon bewust zijn, eventjes laten, naar daar laten komen. En dan eventjes genieten van dat gevoel. En je gaat merken dat je daar ook, omwille van het feit dat je daar vaak ook je ademhaling eventjes voor gebruikt, eens diep in- en uitademen, geeft je ook wel onmiddellijk al een gevoel van te ontspannen. Het is maar een tip. Goed. Ik nodig jullie zeker uit om volgende week opnieuw een filmpje te bekijken. En wie weet zien we elkaar binnen een paar weken misschien zelfs al terug in een echte zaal met echte mensen. Maar geen verwachtingen, we doen het op deze manier zolang het nodig is. Oké, dag allemaal en tot volgende week. Dag.